Oké, ik heb iets super knettergeks gedaan. Maar voordat ik dat jullie ga laten zien, dan ga ik jullie eerst vertellen dat als deze video 7000 likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video op dit kanaal. Ajaja! In de video van gisteren heb ik 4 keer Walibi kaartjes weggegeven aan iemand. En die winnaar is nu bekend op Snapchat. Follow me on Snapchat so you know if you're the winner. Yes. En dan vraag je natuurlijk af, Kelvin, het is zo'n heel feest tijdens deze Kelvin actie. Wat geef je vandaag weg? Nou. Ja. Ik geef sniepersloffen weg. Gratis. En voor niets. Een sniepersloffen. Mocht je nou niet weten wat sniepersloffen zijn, dat zijn deze motherfuckers. I love them. Ze zijn chill. Ik heb ze zelf ook. I love those. En dan vraag je natuurlijk af, hoe kan ik daar nou kans op maken? Dat kan je doen door een reactie achter te laten onder deze video. En geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan morgen maak ik de winnaar bekend op Snapchat. Oh. Oké, maar even lang verhaal kort. Nee, niet eens lang verhaal kort. Gewoon beginnen met de video, Kelvin. Oké. Ik heb wat gedaan. En dat had je waarschijnlijk al wel gelezen in de titel. Ik heb nogal wat een drastische maatregel ondernomen. Dit was je ongetwijfeld ook al opgevallen. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Ik vind het wel echt. Ik heb het zelf namelijk ook nog niet gezien. Gewoon. Dit is de eerste keer dat ik het ga checken. Zijn jullie er klaar voor? Say hello to de nieuwe Kelvin. Niks! Prank! Oké. Sorry, 1 april is al lang geweest, maar ja. Van tijd tot tijd moet een YouTuber gewoon een grapje kunnen uithalen met zijn kijkertjes. En dat doe ik dan ook door middel van deze grap. Ah, je trapte erin. Maar dit mopje was niet zomaar een mopje. Het is namelijk de reden waarom ik deze video maak. Namelijk, ik zie steeds vaker dat mensen of YouTubers in het buitenland of in Nederland allemaal dingen doen. Om gewoon extra hip te zijn, om extra gek te doen. Lady Gaga heeft een vleesjurk. Iemand anders verft zijn haar blauw of rood of groen of weet ik veel wat. En eigenlijk is de enige reden waarom mensen dat doen, om extra fame te krijgen, want op een moment dat je dan je haar verft, dan gaat iedereen, oh, heb je ook al gehoord? Kelvin heeft zijn haar rood geverfd. Echt waar? Oh, ik ga even naar zijn video kijken. Nou, dat heb je dus nu gedaan. Je kijkt ernaar. Jij bent slachtoffer van dat. Dus ja, voel je speciaal. Ik wil het vandaag gewoon hebben over een aantal dingen die mensen doen om extra fame te behalen, zodat ze meer bekeken worden. I don't know. Kids these days. Nummer 1 is natuurlijk haar verven. Dat heb ik je al laten zien. Mensen doen dat gewoon. Of ze gaan kaal, of ze doen een rare shit met hun haar. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar is het hip of zo. Nogmaals, ik zou het zelf nooit doen. Of course, weet je, ik heb er ooit over nagedacht. Maar ik ga het niet doen. Ik vind het te lastig om dat te doen. Want ik ben gewoon blij met mezelf. En ik heb niet het gevoel dat ik mijn haren een kleur moet verven. Zodat anders dan, snap je dat? Iets anders wat mensen vaak doen, voornamelijk YouTubers, om fame te behalen, is om iets te breken. Letterlijk gewoon iets breken. Hey jongens, ik heb vandaag een nieuwe video en het gaat niet zo goed met me. Want ik heb vandaag iets gebroken. En het voelt alsof ik het, alsof het niet zo, het gaat niet zo goed, man. Hier is de video. Kijk maar wat er gebeurde. Ah! Oh, nee. Au, kom mee. Film. Kom de camera mee. We gaan naar het ziekenhuis. En dan ga je dat ook filmen. Totaal onverantwoordelijk, maar geef niet. Kom mee. Sensatie. Oh, ik heb mijn kwast gebroken, man. Oh. Snap je wat ik bedoel? Het is een algemeen gegeven dat op het moment dat een YouTuber iets breekt of ergens pijn heeft, dat een kijker dan denkt, oh, klik. Ik voel me wel aangetrokken om een video te kijken waarin iemand iets breekt. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar willen heel veel mensen het zien. Dus bij deze, ja. Iets anders wat YouTubers doen is dat je in ieder geval 1 gevoelige video moet maken. Je moet 1 video op je kanaal hebben, ook al is het een Draw My Life, of een verhaal achter mijn tattoo, of mijn verleden, of mijn transformatie, I don't know. Maar je moet iets doen waardoor mensen uiteindelijk denken, oh, this person, he has a heart, he has a history, I should respect him by clicking on that subscribe button right now. Klik. Jongens, ik wil toch even een serieus onderwerp aankaarten in deze video. Ik bedoel, ik doe dit eigenlijk allemaal gewoon voor de grap, maar ik vind toch dat jullie iets meer van mij moeten weten. Ik heb namelijk begin dit jaar een tatoeage laten zetten. En ik vind het toch belangrijk dat jullie als kijkers, zeg maar, weten waarom ik die heb. Zoals je ziet is het een roos en ik wil graag uitleggen waarom ik deze roos heb laten zetten. Sorry, ik vind het gewoon wel moeilijk, weet je. Ik bedoel, ik vind het gewoon lastig om, ik huil. Ik moet huilen, oh shit, ik vind het zo lastig om te praten over deze tatoeage. Want ik bedoel, ik vind het gewoon heftig dat ik... Oké, ik ga jullie gewoon vertellen wat er is gebeurd. Ik heb eens... Eind vorig jaar
Is er iemand geweest die was belangrijk in mijn leven en die heeft per ongeluk een keer een vaasje omgestoten waar een roosje in zat en nu is mijn roosje weg en dacht ik, nee, ik wil mijn roosje gewoon houden. Dus toen had ik deze laten zetten. Ja, dit is niet jullie probleem, maar ik wou het toch belangrijk dat jullie dit wisten, oké? Okay? Nou, wil je alsjeblieft abonneren op mijn kanaal, omdat ik zielig ben en dan... Heb ik weer een extra abonnee, dankjewel. Ruzie is ook heel erg belangrijk. Het is fijn om de drama te zien tussen YouTuber nummer 1 en YouTuber nummer 2. Dus ik heb even een bericht voor iemand die op YouTube is. Ik noem verder geen namen, maar hij is toch wel een lul. Ik noem geen namen. Hey, Noon Joost! Ik wil toch even zeggen, wat jij doet op YouTube, dat kan echt niet. Ik bedoel, jij zegt dat je een voorbeeldfunctie hebt, maar zelf doe je alles fout. Nogmaals, ik zeg niet wie het is. Hey, Noon Joost, ik gun hem ook de fame niet. Abonneer op zijn kanaal in de beschrijving. Dus ik zeg bij deze, Joost, Enon, Jantje. Ik noem hem maar even Jantje, weet je. Jantje, als je dit kijkt, doe even normaal, man. Want anders ga ik echt boos worden op jou. Echt hoor. Ga ik ook aangifte doen. Ja, precies. Dus you better watch out. Nogmaals, ik zeg niet wie het is. De beschrijving. Making fun of other YouTubers, back at it again. Wat ook belangrijk is dat je als YouTuber zijn, of als voorbeeldfunctie, als famous persoon zijnde, een gekke stijl. Je moet gewoon die gekke stijl kunnen hebben waarvan mensen denken, wat doet die jongen? Ik vind het wel interessant. Ik zou het zelf nooit doen, maar ik vind het wel interessant. Dus, ik heb een nieuwe stijl. Ik heb een nieuwe stijl ontwikkeld voor mezelf. Ik wou dat jullie even laten zien, dus ja, let's go. Oké, mensen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb een kleine metamorfose ondergaan. Dit is mijn nieuwe stijl. Ik vind het normaal, weet je. Dit is gewoon mijn ding. Ik bedoel, wat mij betreft loopt in 2017 iedereen zo over straat. Ik zal kort even vertellen wat ik precies aan heb. Ik heb een kippetje op mijn hoofd. Dat is gewoon mijn stijl, weet je. Ik bedoel, anno 2016 kun je natuurlijk een petje gaan dragen. Maar dat is een beetje ouderwets. Dus bij deze een kippetje. Er is helemaal niks mis. Mee. Deze is niet op sterkte, maar het is gewoon voor de grap. Maar het is wel gewoon mijn stijl-icoon. En natuurlijk, deze ketting is echt extreem duur. Echt heel erg duur, maar het is gewoon maar wel iconisch voor waar ik voor sta in het leven. Dus. Dit is trouwens een trend die is komen aanwaaien vanuit Amerika. Ze noemen hem daar de Workip Sham. Ja, dat is heel gek, want dat is eigenlijk in Nederland, maar dan ook weer Amerika. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, het is gewoon meant to be voor mij om dit te dragen. Workip Sham, I like it, everybody. Waarom doe ik dit? Nog iets wat heel veel YouTubers tegenwoordig doen om een lekker hip, cool en relevant te zijn, die is deze, is om een goed knallende trap beat music intro te hebben, zoals deze. Dus ik praat, ik loop, je voelt hem opkomen en dan in één keer let's go met de video. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video vanavond. Zo, nou, hopelijk vonden jullie deze tips lekker bruikbaar. Doe ze lekker zelf, dan heb je zo heel veel abonnees. Verder zou ik jou erop willen attenderen dat als deze video inderdaad 7000 likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video op mijn kanaal. Zo makkelijk is dat. Jij doet iets, ik doe iets. Klaar toch? Even eerlijk, je klikt op een duimpje en dat is genoeg. Oké, ik moet een hele video maken. Jij hoeft één klikje te doen, ik maak een hele video. Ik doe dit. Waa. En daarnaast geef ik nogmaals een paar sneakersloffen weg voor de personen die hier in de comments achterlaten. Gewoon een comment en abonneer op mijn kanaal. Dan maak je kans. Fucking leuk, de winnaar maakt bekend op Snapchat. Jongens, ik ben er morgen weer. Hoop ik. Als jullie je best doen. Go in. Ajaja. Nee! Wat gebeurt? Nee! Wow! Nee! Nee! Fucking hell! Ja. Fucking hell! In één keer werd het beeld fucking zwart. En nu ben ik weer op mijn homescreen. Nee. Ga gewoon zoeken op een random woord. Zo doe ik dat gewoon. Een woord dat je niet vaak gebruikt. Poets. Ja! Oh, nice! Yes! I teleported to 21 november 2013. Help! Help! Iemand! Ik heb hulp nodig.